Vandaag dus heeft iedereen zijn eigen spulletjes gekocht en heeft zeg maar de activiteitencommissie zorgt voor de broodjes en sausjes. Er is een kas voor diverse commissies en nou, aan de hand van hoeveel er in de kas is, doen we het of op de ene manier of op de andere manier. En doe je hem dat vaker, zou misschien al iets? Ja. Dat is in de winter is dat toch wel één keer in de 14 dagen. En in de zomer, ja, en als iemand het leuk vindt om te gaan koken, dan doen we dat. Het is gewoon ad hoc. Wat is het grootste misverstand dat er bestaat door de Gouden Bal? Dat we een bejaardentehuis zijn. En dat is absoluut net zo. Nee, dat is dus helemaal niet zo. Maar ja, ik weet niet waar het aan ligt. Aan het gebouw zelf. Het is natuurlijk 50 plus, dus je ziet al snel, hè? Waar het dus ook om gaat, om het behoud van de groep. Hè? Je kunt niet een groep gezamenlijk oud en grijs laten worden. Je moet er zorgen dat je een grote variatie krijgt qua leeftijd. En dat je dus de instroom wat jonger krijgt. Maar we hebben hier de pioniers dus ook nog wel. Die vanaf we zijn in 2017, bestaan we 25 jaar. Ja, en over de 90. En die wonen hier dus ook. Ik heb schone handen, dus dat komt helemaal goed. Nee, de pindasaus is nog niet warm. Nou. Zo. Kijk hoor. Weer wat olijven erbij? Nee, dat geen olijven? Is Elton hier geschikt om hier te wenen? Nee. Wat voor persoon moet je wezen? Het is ook al eens te sprake gekomen, het gaat geven en het nemen. Je komt en je hebt wat te geven en je mag. Een jongere, oudere moet ook goed voorbereid de toekomst ingaan. Dus je moet zorgen dat je in ieder geval een aantal dingen zelf al regelt. En gezien de afnemende zorgen en omkijken naar elkaar, dacht ik van nou, hier moet ik zijn. En als je hier instapt, moet je net denken van ik kom in een hele grote familie. En soms heb je ook wel eens ruzie met je broers en met je zusters. Nou, dat hebben we hier ook wel eens. Dus in die zin is dat eigenlijk hetzelfde. Maar we hebben wel het uitgangspunt. Ja, we moeten wel met elkaar door de deur kunnen. Voel je heel geborgen, veilig.